heren, welkom in de betting room. Oh, kijk, daar zijn ze. Gisteren, de mannen-challenge. Er is geld gewonnen, René, maar er is ook geld verloren. En laten we even kijken wat er nog in de pot zit voor jullie. Ja, Annabel en René, bovenaan 4400 euro. Dat had natuurlijk ja, flink wat meer kunnen zijn. Bouw je daarvan als je dit zo ziet? Nou, op zich, ik baal niet, want het ging best wel makkelijk. Ik had ook meer dan 20... Oh, het ging ook nog wel best wel makkelijk. Ja, misschien een beetje. Maar het steekt gewoon echt. Ja, misschien had ik mazzel, dat kan. Ja. Hij is gewoon fucking goed op puzzelen. Ja. Wist je dat wel van? Nee. Wat er nu nog in de pot zit, daar kan natuurlijk nog alles aan veranderen. Want vandaag is het tijd voor de vrouwenchallenge. Tijdens de vrouwenchallenge gaan we testen hoe goed jullie op één lijn liggen. Jullie gaan straks allemaal 8 hij of zij vragen beantwoorden. Bijvoorbeeld vragen als, wie van jullie is er het meest romantisch? Nou, dan gaan jullie daarop antwoorden met, ik denk dat ik dat ben of ik denk dat zij dat is. Het is dan de bedoeling dat zij op zijn minst 5 vragen op dezelfde manier beantwoordt als jij ze hebt ingevuld. Doortrappen! Jongen, ik heb toch 10 minuten tijd! Rustig! We hebben niet eens ruzie gehad. Johannes, jij en Jamila. Ja, ik denk dat Jamila en ik echt op één lijn zitten. Wij doen 24/7 zijn we samen. We doen alles samen, eten, drinken samen, snoepen samen. En dit komt goed. Dit komt goed? Ja. Kat in een bakkie. Hoe ze dat gaan doen, dat ga ik jullie nu uitleggen. Maar daarvoor gaan we eerst even de verbinding verbreken met de dames. Yay! Wij zitten al, ik zit op een puntje van die bank. Nou, hoe dan? Hoe gaan jullie dames deze vrouwenchallenge nou uitvoeren? Nou, ze gaan fietsen. Fietsen? Fietsen. Nou, maar de fietsen hangen aan een hijskraan. Dus de dames die mogen zichzelf omhoog gaan fietsen. Oh mijn god. En dan komt ze bij de vraag en dan moet ze een antwoord gaan geven. De vrouwen krijgen hier 10 minuten voor. Oh, ja, oké. Okay. Spannend. Nou heren, laat maar zien wat jullie gaan inzetten op jullie vrouw. Hoeveel vertrouwen hebben jullie in je partner? Verstand op nul. Ik vind de hoogte vind ik er heftig uitzien. Maar ik denk, ja, fietsen, dat doen we wel even. Dames, jullie mogen eindelijk uit de hoogte doen. Jullie nemen zo dadelijk plaats op de fiets en dan trappen jullie je weg naar boven. Ik heb mijn hele leven op spinning gezeten, dus ik denk natuurlijk dat ik supergoed kan fietsen. Hoe meer vragen je beantwoordt, hoe groter de kans is dat er 5 goede tussen zitten. Ik haat fietsen. Ik haat oprecht fietsen. Hiervoor krijgen jullie 10 minuten de tijd. Vond ik zeker geen fietser. Ik heb haar ook nog nooit op een fiets gezien. Helemaal wel, op die elektrische fiets. Wist je ook was één. Jullie horen het goed, elektrische fiets. Nooit op een normale. Nou, ik geef vroeger altijd standaard fiets. Ik heb net de banden nog opgepompt, dus we kunnen beginnen. Fietsen kan ik. Heb geen hoogtevrees. I got this. Jullie fietstocht start nu. Yes, kom op, trappen. Kom op, beef. Juist, trappen. Goed. Juist, Annabel. Zo gaat hij goed. Neus in, mond uit. Ja, neus in, mond uit. Je bent rustig anders aan. Gewoon rustig. Zodra zij op die fiets stapt, ben ik een of andere coach / voetbalvader rol. Omhoog. Je moet omhoog gaan. Je bent er nog lang niet, man. Dat zijn mensen die krokken 10 partijen achter elkaar. Jij zit op een fiets, kom op. Niet praten. Daar heb je geen energie voor. Door. Hij gaat niet omhoog meer, lijkt het. Jawel. Je moet doortrappen. Annabel, doortrappen. Jongen, ik heb toch 10 minuten tijd. Jezus, laat mij lekker fietsen, man. Kom op, Annabel. Je kan dit. Je hebt vanochtend nog niet genoeg getraind. Ja, maar daarna werd het echt passief-agressief. En blijkbaar, blijkbaar ging het een beetje te gek. Kijk, ik zeg ook niks meer. Ik ben helemaal kapot, man. Ja, je moet wel door, Bob. Je moet toch ook... Goed zo, Sjo. Kom maar door. Kom maar op. Ja. Trappen. Kom op, Eve. Je kan dit. Ja, maar ik ben... En ook Eva heeft de 5e vraag beantwoord. Goed zo, schat. Dit is het nou. Doorfietsen. Goed zo. Jets, doorgaan. Doorfietsen, schat. Goed zo. Jets, doorgaan. Een klein stukje nog. Het is goed. Het is goed. Rustig. 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 Als je niet meer kan, dan kan je niet meer. Ik ben go big or go home. Alles is voor mij altijd groot. Mijn haar is groot. Mijn lach is groot. Mijn tranen zijn ook groot. Kom op, Eva. Ja.
Nee, ik ben klaar mee. Laat het lekker. Lekker hoor! Ik ben klaar mee. Mazzel. Eva, come on! Wat is dit? Kom op! Niet opgeven. Jij kan het wel. Nee, ik ken haar. Ze gaat dit niet doen. Lekker genieten van het uitzicht, Eve. Als je meedoet aan Powerkoppel en je wil het winnen, dan moet je dus niet stoppen. Dan moet je luisteren naar coach René die beneden staat, die 10 keer tegen jou zegt, je kan het, je kan het, je kan het, je kan het. Ja. Ja. En dat deed ze niet. En Sebastian deed het ook niet. Dat is zwaar hoor. Eva heeft een lichtfiets. Ja. Die vond ik zelf heel leuk. Gaat lekker schat, gaat lekker schat. Je doet je best. Kom maar, kom maar. Je moet hem pakken. Gewoon door, gewoon door. Kom, je moet door naar de volgende nou, schat. Oh my god. Maak ik straks ruzie? Ik heb niet eens ruzie gehad.